volgende ga ik pakken. We hebben nog een badkamer. Die zit weer hiernaast. Wow. Goedemorgen en welkom in deze nieuwe video. Vandaag is de nieuwe dag. Zo te zien vonden jullie de vorige vlog heel erg leuk. Dus ik hoop dat jullie deze ook leuk gaan vinden. Als je er al van zin in hebt, smash dan sowieso het blauwe duimpje omhoog. Dit is Nick. Hallo. Stel je even voor. Wie ben jij? Ik ben Nick. De gangster van de buurt. Oké. Okay. Laten we even naar buiten kijken. Oh, hallo. Op zich heeft mijn kamer wel een leuk uitzicht. Wij gaan nu denk ik gewoon naar het zwembad toe. We zijn nu dus bij het zwembad. En ik heb hier mijn GoPro in mijn hand en ik heb nog nooit onder water gebruikt. En ze zeggen in de doos dat die gewoon waterdicht is. Elke GoPro heeft zo'n hoesje waardoor die waterdicht is. Maar deze heeft dat niet, want die is zelf waterdicht. Maar ik zie toch wat gaat en ik vind het eng. Dus ik wil de eerste keer op film hebben voordat hij kapot gaat. Oké, ze zijn nu allebei aan. Misschien gaat deze nu uit omdat hij kapot gaat. Ik ga hem gewoon gooien, ja? 3, 2, 1. Ik ben zo bang. Oh, wat een gekke duik. Het doet het nog. Oké, de GoPro is geslaagd. Hij leeft nog. Oké, we lopen nu naar het strand toe. Want we hebben gehoord dat de hele grote golven zijn! Oké, ik dacht dat het niet waar was, maar kijk eventjes hier. Kijk, die golven. Er niks meer over van het strand. Niks meer over. Boah, ja, echt hè? We komen net van het zwembad, maar het strand is gewoon helemaal mini geworden. Omdat het water er zo hard overheen gaat. Oh, dat is vet. We gaan twee van die kleine surfplankjes fixen. En we gaan het water op. Ik heb de GoPro mee. Dus ik ben heel benieuwd hoe leuk dit gaat worden. Kijk deze golf, kijk deze golf. Deze valt nog mee ook hè? Wow! Nick. Je hebt de eerste surfplank. Ik ga even mijn GoPro aanzetten. En jullie zullen hier even wat shots van zien. Wow, er komt een grote golf aan. Doei. Oké, golven zijn heftig. Mijn plankje is hier. Oh ja! Hey, ik was hier nog niet op voorbereid, gek. Oké, er komt één, Je had je zulke golven verwacht. Nee, natuurlijk niet. Te groot. Oké, ik ga nog een keer, dit is te leuk. Cirkel tussen die rots. Ik denk dat je echt niet lang leeft dan. Oh, joh. Wow. Het zag daarin. Kijk hoe mooi de achter eigenlijk is. Kijk, hier is gewoon een normale rot. Tenminste, ook niet normaal, maar gewoon een mooie rot. En daarachter die kleuren, zo oranje met wit. Oh shit! Zwemmen! Oh, deze is gebroken! Deze plank is gebroken! Ja, kijk dan hier. Kijk dit. De plank, oh nee! De plank is... De plank gebroken en dan ook nog hier nog. Nog één. Ik hoop trouwens dat jullie me goed horen, want het is de eerste keer dat ik in het water film. Ik weet niet of ondertussen die microfoon nou kapot is of zo. Oké, ik wacht hier. Op een of andere manier, wanneer ik hier ga wachten, gaan de golven stoppen. Oké, ik ben er wel ondertussen wat beter achter gekomen. Op het laatste moment moet je surfplank een beetje naar voren trekken als schild of zo. Dan kom je ver en komt er ook geen zand in gezicht. We gaan het proberen. Kijk hoe ver ik kwam. Wow. Oh, yo. Volgende ga ik pakken. Hier is een stuk zee met alleen maar zand. En hier is gewoon normale kleurzee. Het is zo raar dit. Wat? Deze gaal. Hey, hier moet ik op. Oké, let ik op in mijn hand. Spring! Pak de plank. Dit is echt insane. Wow! Nice! Die van jou is ook kapot. En die is hier gewoon gebroken, dat spul dat erin zit. Maar deze is helemaal gescheurd, die is helemaal los. Wat ga je doen? Oké. Oh! En we hebben hem al. Oké, ik ben nu weer terug in het appartement. En ik wilde net de vorige video gaan uploaden. Alleen ik zie dat mijn laptop in slaapstand was gegaan. Hij was heel erg moe. Dus zat hij 1,5 uur in slaapstand. Heeft hij wel een stuk gerenderd. Maar vanaf wanneer hij in slaap was gevallen, had hij niet meer gerenderd. En het internet is ook nog mega sloom. Dus deze video gaat sowieso te laat komen. Het spijt me bij deze van de video van vorige keer. De Switch staat trouwens ook hier al geïnstalleerd. Dus als wij ons gaan vervelen in de avond, dan hebben we zeker wat te doen hier. Blijft een heel mooi ding. Ik heb er ook nog 2 nieuwe games bij. Splatoon 2 en ARMS. Dat jullie ook nog wel tegenkomen in de vlogs. Oké, dit is de volgende dag. Zoals je wel kunt zien, ik ben net wakker en ik ben echt super moe. Het is nu 7 uur. Wel, nu ik net wakker ben, ben ik op het balkon gaan zitten en kijk nog 1 keer naar het uitzicht. Zo,
Het geluid van de zee is ook heel mooi. Ik zit nu in Albufeira en we hebben besloten om ook gewoon 2 dagen naar Lissabon te gaan. Dus laat ik eerst mezelf opknappen. Zo. In andere landen heb je altijd van die snoepzakjes die we in Nederland niet kennen. Weet jullie nog dat brood van Schiphol? Dat was uiteindelijk volgens mij 5,50. Dat was echt super duur, daarom liet ik het jullie raden. En hier hebben ze weer dat soort brood, eigenlijk hetzelfde. En hier zit maar 2,60. Dus Schiphol is echt super duur. Wow, hier zit echt niks in. Je hebt chips, dat is altijd een beetje tot hier gevuld. Maar kijk, dit is gewoon tot hier gevuld. Letterlijk de halve zak is leeg. Oké, dan nemen we deze. Wat vind je van de snoep, Nick? Smerig hier. Toen ik dit voor het eerst zag deze rek, dacht ik echt dat het hondenbrokjes waren. Iets voor hondensnoep of zo. Toen ik het snel bekeek. Dit is trouwens de auto waar we mee rijden. Kijk hoe die van de binnenkant uitziet. Hoppa. Dit ziet er wel goed uit. We zijn nu in een tussenstartje voordat we naar Albufeira gaan. Laten we wel even een momentje nemen voor de tekeningen die hier hangen. Wacht, ik draai mijn camera om. Doe maar even een blauw duimpje omhoog. Oké, jongens, we gaan even stemmen geven. Wat vinden we van deze? Ja, stop maar. Wat? Stom. Is toch mooi? Vind je deze wel mooi? Nee, dit vind ik ook wel mooi. Ik geef deze wel een 10. 10? Ik wil een kleine toevoeging maken aan deze hamburger. Oh, dat is een andere kleur. Ik heb de tekening verbeterd. Ik ga gewoon paste tekenen hier in de volgende. Groen. We moeten wel glas hebben, zo. Zo. Kijk wat hier dat staat trouwens. Shoutout to the Netherlands. Ja, we gaan even een poppetje maken. Oh, daar ging de punt. Oh, daar ging de andere punt. Eerlijkheid is wel goed gelukt. Ik zit hier nu met mijn zus Aida. Ken je nog wel van onze video die we een keer hadden gemaakt misschien? Dat het ook weer graag in de boksen en andere challenges. Ja. Nou, ik kom even een hond kijken, want we hebben wat eten gehaald. En wat is dit? Pastel de nata. Dat is een cakeje met een soort custard. Echt typisch uit Portugal. Oké. Okay. Wow, dit is zo lekker. Dit is zacht. Toen ik een keertje met Google meeging naar Portugal vorig jaar, had ik dit ook gegeten. In ieder geval, dit is zo lekker. Waar gaat het uitproberen? Wat is er nou net gebeurd? We hebben er 5, maar we moesten... Ja, we hebben er 6 gekocht, maar er zitten er 5 in. Dan komen we nu pas achter. Ja, dus we gaan even kijken of we de bom hebben. En dan, want ik heb gezegd 6. Maar het zijn er niet 6. We zijn gewoon opgelicht met onze cakejes. Oh my god. Het heeft zo'n zachte vulling aan de binnenkant. We hebben een nieuwe Mattie. Het valt mij op dat hij zoveel Mercedes rijdt en geparkeerd staat. Iedereen heeft hier Mercedes. Let op, ik ga even Mercedes voor jullie spotten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porsche. Nou, dat waren voor nu even 10 Mercedes auto's. Verder is hier nog een mega uitzicht. Kijk dit, als je hier van afvalt. Wow. Oké, ik ga je weg. Doe eventjes je ogen dicht als je hoogtevrees hebt. Wow. Je kan je ogen weer open doen. Dit uitzicht gaat van hier zo helemaal daar naartoe naar het centrum die daar boven staat. Mooi. Oké, waar ik nu voor sta is van zo lang geleden. En dat is zo'n telefooncel. Zal deze nog echt werken? Kunnen we je geld inwerpen? Hoe werkt dit? Hallo? Oh ja, staat ook echt gewoon dat je geld moet invoeren. Tenminste, daar ga ik vanuit. Ik weet niet wat je anders erin moet doen. Hallo? Oh, je hoort ook echt wat. Oh, luister. Heb je dit ooit in het echt gebruikt? Laat het even achter in de reacties. Ik ben best wel benieuwd. Ik heb het namelijk nog nooit gebruikt. Wat is dit? Wat doe jij? Het was moed toch? Ik vond dit stoer. Wat is dit? Denk je dat het leuk is? Natuurlijk. Dit ding ziet er zo vrolijk uit met lampjes. En kijk wat voor persoon erop zit. Gang, gang. Iemand die in slaap valt. Als je dit ziet, zou je denken dat ik bij de fruitafdeling ben. Maar nee, het is afwasmiddel, gloeilampen. Het zijn dingen voor in soep en zo. Een beetje een gek bord. Oh, ik zie nu pas de overkant, die heeft appels. Oké, wat is dit? Het lijkt op een mega prullenbak. Oh, laat maar. Het is gewoon een mega energy blik met allemaal andere energy erin. Zullen we mijn haar een kleurtje gaan verven? Rood misschien? Wil je haar verven? Wat denk jij? Nee, ik lust je tompoesjes. Wat? Lust je tompoesjes? Wat is dat? Tompoes. Eigenlijk tampoes, maar ja, tom. Maakt allemaal niet uit. Al die woorden lijken op elkaar. Hier hebben we weer taloes. Promook. Oes. Zijn jullie klaar voor een hele goede beat? Nee, we gaan. Net hadden we er eentje te weinig, nu hebben we er 10. Dit wordt lekker. We gaan onze eigen Mercedes weer in. Oké, aangekomen in Lissabon en dit appartement is zo ongelooflijk mooi. Laten we beginnen met het uitzicht. Oké, nou Lissabon is heel erg veel gebouwen, dus niet zo heel bijzonder. Maar laten we doorgaan naar het huis zelf. Als eerste hebben we hier een bank, dat dus ook als bedden gediend kunnen worden. Een mooi tafeltje hier. Hier, daar is nog een deur, ik weet niet wat daar is, kijken we ze ook nog wel naar. Hier televisie met kast. En hebben wij hier de eettafel. Slaapkamer 1. Lopen wij door, hebben we hier
hier één hele grote spiegel. Hier nog een slaapkamer. Deze heeft Nick al geclaimd. En dan lopen we door. Hebben we hier nog een slaapkamer. Deze claim ik met mijn zus. En jij zit al in de eerste badkamer. Kijk, dit ziet er goed uit. Ik heb dit nog niet eens gezien zelf. Wow. Ziet er mooi uit, ben ik weer. We hebben nog een badkamer. Die zit er weer hiernaast. Zo deze? Ja. Kijk. Deze is nog groter. Wc, wasbak, spiegel weer. Maar dan hebben we nog wat. Dat is hier. En dat is de keuken. En we lopen erheen. Ik weet niet wat deze deur is. Hier is in ieder geval een deur waar je iets kan schuiven. Zit hier in. Ik heb geen idee. Kan je praten of zo? Maar deze deur wordt niet meer gebruikt. Dit ziet er mooi uit. En kijk die keuken. Wow. Zo. Wat vind je ervan? Ja, super mooi. Dit vind ik ook zo mooi. Wat voor weegsel? Niet meer elektrisch of zo, maar... Oh, zo oud. Dat je zo je eten weegt. Of een boter of zo. Je eten. Ga je iPhone eten. Maar je mail. Je mail. Whatever. Je mail. Je WhatsApp. Godmail. Ja. Wat is dit voor ventilator? Ja, wat is het dat die lamp het wel doet? Nou, we laten hem even aanstaan. Maar waarom heeft het überhaupt een... Oh, als het heel snel gaat. Het zijn allemaal kleurtjes. Oh, dat is vet. Kom, nee, nou weet ik dat die werkt wel. Waarom doet dit niet? Oh, misschien... Nee. Oké, het is dus kapot. Wow, het heeft allemaal verschillende. Hij doet het. Kijk, de camera pakt het niet heel goed. Maar je ziet al die lampjes en heeft ook allemaal figuurtjes. Nu is het een rondje met allemaal streepjes. Nu heel veel streepjes. En net had het ook nog driehoeken. We kijken een beetje door wat winkels heen. En we zijn nu in een Adidas winkel. En ik zie hier een schoen. En die is echt heel gek. Heel veel mensen hebben wel een ring. Maar ik heb een schoenenring. Wie heeft ooit nou zijn duim door een hele schoen kan steken? Ja, nee, dit is prachtig. Zo'n model heb ik nog nooit gezien. Dat gewoon de onderkant een gat heeft. Maar oké, leuk, denk ik. De mensen die mijn Pokémon Go video's hadden gekeken vorig jaar, kennen deze plek misschien nog wel. Want toen had ik in Lissabon mijn eerste Pokémon Go video gemaakt. Dus als je dat nog kent, laat het achter in de reacties. Ik ben benieuwd of je dat nog weet. Check dit uitzicht hier. Oké, we willen eventjes gaan eten, maar we hebben geen zin meer om te lopen. Het is ook best wel 2 kilometer lopen. Dus daar hebben we deze hele handige app voor, Uber. Drukken we op een knopje, zoekt hij naar een rit. En mijn camera gaat bijna uitvallen, want hij is leeg. Ik hoop dat we dit nog meemaken. Oké, mijn camera vuurt uiteindelijk dus wel leeg. Nou, we gingen uiteindelijk nog naar het restaurant. We hadden heel mooi uitzicht. Mooi man, mooi. Uiteindelijk ging random iemand nog helemaal dansen en allemaal dingetjes doen. Het was indrukwekkend. En vervolgens had ik mijn eten. Ik was meteen begonnen, want ik had heel veel honger. En nu ben ik hier en ga ik slapen. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze video leuk? Vergeet dan niet een blauw duim omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal als je nieuw bent. Hopelijk vonden jullie deze vlog, zoals de vorige vlog, weer heel erg leuk. En zo ja, zie ik dat dan een blauw duimpje omhoog. En ga ik er meer maken hier in Portugal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Peace.